Het is 11 van 7 en ik denk dat zij of haar januari 2019 af is. Goedemorgen, we zijn vandaag zaterdag. Het is nu 7:15. En ik ben al meer dan een uur wakker. Ik sta nu namelijk op om 5:30. Zodat ik wat tijd heb 's morgens om dingen te doen die ik belangrijk vind. Deze week was dat vooral werken aan mijn tijdschrift. En de komende week gaan dat misschien stukjes zijn van de Miracle Morning. En omdat ik dat schema wil aanhouden, doe ik dat ook in het weekend. Want dat is belangrijk. Als je een slaapritme wil creëren, dat je dat niet enkel door de week doet, maar ook in het weekend. Dus ik heb dat uur genomen om ontbijt te eten. Havermout, pap. Daarna heb ik de afwas gedaan. En daarmee ben ik heel blij, want mijn keuken is terug clean. Het is 11 van 7 en ik denk dat zij of haar januari 2019 af is. Ik ga wel nog aan mij even afdrukken om te verbeteren. En als de proefdruk goed is, dan is hij gewoon klaar. Zalig. Het is nu 7:50 en mijn kamer is terug proper. Er waren gewoon nog heel wat onafgewerkte dingen hier in mijn kamer. En nu is enkel nog mijn bureau. Een beetje dit. Maar komt ook wel in orde. Niet vandaag nog meer. Misschien later vandaag. Maar ik moet eerst wel nog een paar dingen doen. Dus niet omdat zij of haar januari 2020 goed is als afgewerkt is, dat ik geen andere dingen nog op mijn to-do-list staan heb. Dit is zo eigenaardig. Gisteren was ik aan het denken, ik zou misschien wel een wake-up light willen. Allee, ik had daar al een paar keer over getwijfeld. En vandaag is dat de deal van de dag bij Bo. Hey, mijn zus is nu naar de bib en ik ga klaarmaken, want we gaan straks samen naar mijn ouders of naar onze ouders, want ja, het zijn uiteraard dezelfde. En ik neem mijn laptop mee, omdat ik daar mijn tijdschrift ga verbeteren. Prachtig. Een palet. En nog dingen voor mijn ouders. Al de kleren die je kocht, begin deze week van terug. Mijn magazine is klaar. Daarnaast heb ik ook al het blogbericht voor de aankondiging van het magazine online gezet. En ik ben echt super enthousiast erover. Omdat echt... echt een super leuk tijdschrift is geworden. Ik zou het sowieso kopen als ik het niet had gemaakt. Het beschrijft namelijk heel mijn treinreis door Europa met verschillende tips en tricks voor elke stad die ik heb bezocht. Dus Keulen, Berlijn, Praag, Bratislava, Wenen, Milaan, Rome en Parijs. Echt superleuk. En het heeft 58 pagina's en het is te koop voor €2,95. Linkje hier sowieso onder in de beschrijving. Mijn magazine staat echt gepland voor morgen. Nu ga ik soepjes maken. En daarna ga ik nog een beetje op de Switch spelen. Het is alweer veel te lang geleden. Thank you.
zelfgemaakte chipjes uit de oven. Ik boek aan het lezen op mijn Kobo H2O Libre. Het Kobo Plus abonnement. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doedels!